Jullie hebben eigenlijk wel heel lang moeten wachten op een echt feestje. Hè? Want de voorgaande feestjes die duurden amper een uur of zelfs geen uur. Op dat vlak was het eigenlijk een vrij saaie Big Brother, vond ik. Ja, het ding is, als je kijkt naar de Big Brothers van vroeger, daar mochten ze zelfs nog roken, vodka drinken. En dat, ja, dat is niet te vergelijken met de tijd van nu natuurlijk. Maar ik had echt wel gehoopt om elke keer dat er iemand wegging, om toch wel een echt feestje te hebben. En ja, als je dan 80 dagen eigenlijk niet echt een feestje hebt gehad, wel af en toe een uurken of zo, ja, dan gaat het al in en ja, dan is hij op een minder mooie, aangename manier geëindigd. Ja, jullie hebben dat op de beelden ook wel gezien, dat de namen van Salar en van mij op de deur werden gemonteerd. Ik heb die aflevering al teruggezien, omdat ik echt benieuwd was. En ja, ik heb geen spijt van alles wat ik naar binnen heb gekapt. Ja. Wanneer ben je zondag naar huis gereden? Zondag zijn wij tegen 9:30 naar huis gereden. Ja, en waren wij tegen de middag terug in het mooie Stabroek. Ja, en is Stabroek tijdens de 3 maanden van jouw afwezigheid serieus veranderd? De Stabroek is hetzelfde gebleven, maar ik merkte wel aan mijn moeder bijvoorbeeld dat ze wel wat was veranderd. Ik denk dat zij meer heeft afgezien dan mijzelf. Ja. En waarom zou ze dan afgezien hebben? Ja, omdat je merkt wel dat ze toch, zeker mijn zus ook en Sharon ook, dat er af en toe negatievere dingen worden op sociale media gepost, maar je weet dat gebeurt. En ik ben iemand dat probeert te negeren en mij er niet zo druk in probeert te maken. Maar ja, uw vrienden, familie, ja, die zien dat ook en die weten waar dat die mensen daar schrijven. Dat is toch ook niet met de Christophe die wij kennen. En ja, dat kan soms echt voor die personen heel moeilijk zijn. En ja, dan is dat niet altijd even makkelijk om zelf die klik te maken. Jij bent uiteindelijk derde geworden. Ja, je was eigenlijk wel blij, want je stond meteen recht van yes, brons. Ja, ja, ja. Ik ben iemand dat ook heel realistisch was in het spel. Als je zegt welke nominatierondes dat Grace en Salah hadden overleefd. En ik heb enkel de eerste week toen gewonnen van Serjan. Ik wist ook dat mijn fans niet zo groot waren als die van Grace en Salah, omdat ik gewoon geen nominatierondes heb overleefd. En ja, dan was ik sowieso blij met brons. Alles wat bijkomstig was, dat was heel mooi meegenomen. Maar brons mee naar Stabroek pakken, daar ben ik ontzettend fier op. Waarom had jij je eigenlijk ingeschreven voor Big Brother? Ja, om een ongelooflijk avontuur mee te maken. Omdat het wel iets is dat de rest van je leven ook kan tekenen en kan beïnvloeden. En ik heb in de jaren 2000 heb ik ook stiekem naar Big Brother gekeken. En ja, dat was toen echt wel iets dat mij intrigeerde. Ik had mij eigenlijk vorig jaar ingeschreven, had ik dan niks gehoord van de productie. En deze jaar hadden ze mij zelf gecontacteerd. En ik ben heel blij dat ik mij dan terug heb heringeschreven. Want dit was een avontuur dat ik zeker niet wou missen. Dus en natuurlijk, alles wat erbij komt, alle kansen die we nu krijgen. Bijvoorbeeld de zaterdag gaan we naar de Peter van de Verre show in het Sportpaleis. Er is nog een club dat ons ook wilt zien. Ik heb ook al een extra boeking in Aalst gekregen. Dus dat zijn allemaal heel leuke dingen waar ik ook ontzettend naar uitkijk. Ja. Ik had de indruk dat jij je ingeschreven had in de hoop om jouw zangcarrière een boost te geven. Dat is natuurlijk wel iets dat meespeelt. Dus dat zijn allemaal heel leuke bijkomstigheden. Maar dat was zeker niet de hoofdreden waarom ik mij in heb geschreven. Ben jij 100% jezelf geweest in het huis? Ik ben altijd mezelf geweest. Mijn vrienden die hebben ook gezegd, dat Salar, Grace en ikzelf, dat wij vooral degene zijn die altijd zichzelf zijn gebleven. En ik kan dat langs de ene kant ook wel bevestigen. Ik denk niet dat ik deze heb gedaan in het huis. Ik ben eigenlijk in mijn ogen altijd wel redelijk baanvast gebleven. En dat heeft mij misschien wel geholpen om op sommige momenten beslissingen te maken die nodig waren in het spel. In het begin was ik misschien iets dominanter en heb ik misschien ook af en toe wat platvloerse cafépraat verkocht, waar dat ik achteraf gezien wel spijt van had, omdat ik, ja, je denkt dat je dat in een bepaalde context plaatst, maar als je die uitspraken dan apart hoort, dan weet je dat die echt niet oké waren. En ja, dan deed dat mij wel ontzettend veel pijn. Ik heb toen ook een gesprek met de psycholoog daar gehad, omdat wij elke zaterdag de kans kregen om met iemand te praten. En nadat ik een tweet had gezien van dat mijn uitspraken echt wel, ja, soms bruut konden zijn, heb ik ook gevraagd om dat met
die psycholoog te overleggen. En dat heeft mij heel goed gedaan. En heeft me ook mijn knop direct omgeswitcht. En heb ik daar deel achterwege gelaten. Want ik weet ook dat ik zo'n uitspraak niet nodig heb om mijzelf te zijn. Ja. Maar ben je in het echte leven even uitbundig of nog uitbundiger? Dat hangt van situatie tot situatie af. Sommige situaties ben ik nog uitbundiger. En andere situaties kijk ik iets meer de kat uit de boom. Maar ik ben iemand dat altijd positief is. 110% voor alles wil gaan wat ik in mijn handen krijg. En ja, dat is een eigenschap die ik ook niet kan onderdrukken. En sommige mensen hebben dat misschien gezien dat ik te aanwezig was. Maar ja, dat is wie dat ik ben. Ik wil van alles het beste maken. En als je dan de touwtjes in handen wilt nemen om dat proberen te bekomen, dat wordt niet altijd in dank afgenomen. Maar ik ga niet veranderen wie dat ik ben. Ik kan enkel maar verbeteren. Zo kijk ik eraan. Ja. Jij lijkt me eigenlijk ook niet veel aan te trekken van de commentaren die je kreeg. Zowel de commentaren van de mensen in het huis als van de buitenwereld. Ja, omdat ik ben iemand... De dingen dat ik zelf weet, oké, hier kan werken, die pak ik mee. En daar werk ik ook aan. En al de rest is voor mij feedback. Dat is leuk om te horen. Maar dat is niets waar dat ik dan mij aan ga storen. En je weet ook dat mensen die zitten in een spel. En die reageren misschien op een andere manier dan dat die normaal in de buitenwereld zouden doen. En ik ga niemand veroordelen omdat die op een bepaalde manier mij willen afschilderen of mij... Of op mijn commentaar geven, omdat ik weet, ja, dat kan heel goed beïnvloed zijn door het spel. Hebben ze misschien een verkeerd beeld over mij, maar ik weet wie dat ik ben en ik weet wat mijn kwaliteiten zijn. En dat je die knop omschakelen heeft mij denk ik wel heel veel geholpen in het huis.